ja, op zich als je het dus zo bekijkt. Dus je bent eigenlijk wel een hele aardige jongen. Oké, dus wil je seks? Nee. Banjo Movies presenteert met gepaste trots 10 don'ts bij een meisje. Ja, dus je kan me echt vertrouwen. Iets wat maandelijks bloedt en niet sterft, vertrouw ik gewoon niet. Dus ik zei tegen Milan, als je aars gaat bleken, moet je het wel goed... Ik zie je wel kijken. Ja, want je blik is te zien. Nou, jij bent ook niet opgesloten zitten, toch? Zou jij een broodje door je vagina kunnen eten? Ja, maar ik weet dus niet of dat kan. Ik bedoel, het gaat ook om geld, weet je. Ik ben een arme, weerloze vrouw. Mijn auto is kapot. Zou je me alsjeblieft even... Godverdomme, ik ben aan het bellen! Jezus, mijn moeder ligt op sterven. Ga weg jij. Echt. Dus ja, er wordt dan 1 pizza calzone en een grote patat bij mij ook. Als je lantaarnpalen knuffelt, heb ik niks met je... Oh, wacht eens. Deed het pijn? Wat? Toen ik uit de hemel viel? Nee, toen je spiegel brak. In ieder geval, lantaarnpalen hebben ook rechten, weet je wel. Oh, wat zie jij eruit? Dank je. Nee, ik bedoel echt, wat zie je eruit? Ik ga naar binnen, hoor. Lelijke schoenen. Pas wel bij je. Hoef je niet boos te doen. Het is een compliment van jou. Dus, mooi weer, hè? Mm-hmm. Tot morgen. Simba, Scar, Gaddafi, Mufasa. En wat zijn jouw ex eigenlijk? Ik heb er een paard. Whiskey, Max, Chelsea, Amage. Dat lijken wel hondennamen. Ja, dus, honden hebben ook liefde nodig. Nou, serieus, Milan vertelde gewoon dat Dylan in 3 seconden klaar is. Is echt waar? Ja, echt, what the fuck, ik bedoel. Check dat wijs daar. Dat is fucking lekker, jongen. Ik zou het zo doen. Dat is mijn vriendin. Weet je, je bent echt heel mooi. Dank je. Weet je, lijkt gewoon ontzettend veel op mijn moeder. Weet je hoe mooi ze is? Het was maar 1 keer, oké? Laat het gaan gewoon. Ja, volgens mij staat die schuin. Dat lijkt er meer op. Hele goede brakken morgen Banjo Legioen. Of laten we even cheesy doen. Yo, what up, gasten. Dat was de video voor deze week. Ik ben een paar weken weg geweest. Ik weet het zelf natuurlijk ook wel. Het zou raar zijn als ik het zelf niet weet. Ik was even 3 weken op vakantie. Elke week ben ik er weer. Maar het was, daar ga ik voor. Ik ken mezelf. Ik ben een beetje lui af en toe. Dus graag gedaan. Graag gedaan, ja. Aan de rechterkant. Dit handgebaar slaat nergens op. Aan de rechterkant van mij vind je allemaal plaatjes. Die zijn allemaal klikbaar. Helemaal onderaan zie je Dionnetje 1990. Abonneer zeker op haar. Zij heeft meegespeeld in deze video. Heel erg bedankt Dionnetje. Klik er gewoon op abonneer op haar. En als je daarna nog iets hebt van ik wil meer kijken via Bardo. Klik dan helemaal bovenaan. 10 doos bij het sollicitatiegesprek. Of op de tweede plaatje zie je de outtakes en de bloopers. Abonneer sowieso even op Dionnetje 1990. Helemaal onderaan staat ze. Klik erop. Abonneer erop. Ze heeft vette video's. Doe het. En zoals altijd kan je je muis testen bij mij. Je kan je muis bijvoorbeeld testen door hierboven op abonneren te klikken. Dan krijg je altijd mijn laatste video op jouw YouTube homepage. En ik heb een Finding Nemo boekje gekocht omdat ik geen leven heb. Ik weet dat het gezegd gaat worden, dus zeg ik het zelf. Dit heeft weer niets toe te voegen aan de video. Geef sowieso even een groen duimpje, dan ga je naar de hemel. En anders kun je nog een groen duimpje geven voor deze killing penguin. Groen duimpje, abonneer op Dionnetje, abonneer op mijn kanaal hierboven. Abonneer op mijn tweede kanaal, kan daar ook. Bla 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 bla. Ik ben vanaf nu dus terug. Weet je wat, fuck it. Doe je ding, doe je dan. Als je gast, ik check jullie gewoon later. Volgende week ben ik er weer. Leuk jullie weer te zien. Alles goed, met mij is ook alles goed. Dat is van een andere YouTuber. Check jullie later.